Hey Cornelis, dat is lang geleden. Gezellig hè, zijn we weer eens eventjes. Ja, en als Cornelis naast mij zit, dan wordt het een technische aflevering van de Achteruitkijkspiegel. Want Cornelis, die weet heel veel. Cornelis heeft er een boek over. Het lijkt het alsof hij veel weet. Even zonder gekheid, ik kan gewoon niet meer in mijn t-shirtje instappen. Het lijkt wel zomer, man. Ja, het is ook alweer maart. Ja, dat is ook wel zo. Hey, maar voor wij wat de technische lezersvragen gaan behandelen, eerst maar even het nieuws, hè? Ja, zullen we eens eventjes een paar kleine highlights van Genève en omgeving aanstippen. Wat is jou opgevallen? Nou ja, ik moest wel, tenminste, ik keek wel heel bijzonder naar de nieuwe Jeep Renegade, zou ik maar netjes zeggen. Ja, en bijzonder is in dit geval niet gunstig. Jeep dat je, nee. Auto, ja, het is een beetje een speelgoedautootje. Ja, het is een soort opgeblazen Fiat 500 in een Jeep-malletje. Ja, kijk dat. Ja. Dat is nou een stoere, in dit geval een Land Rover, maar... Daar durf je tenminste de prut mee in. Ja, want ik denk niet dat je heel ver komt op de Rubicon Trail met je Renegade. Vrees het ergste. En je tweecilindertje. Ik wou net zeggen, ja, dan mag je maar hopen dat Fiat er niet stiekem nog een Twin Air in stopt, want dan wordt het... Dan gaan die Amerikanen natuurlijk helemaal over de zeik. Ja, dan krijg je een appje met zescilinder geluid of zo. En dan kun je het over je stereo afspelen, maar... Ja, het is een... Nee. Als het een speelgoedautootje was, dan was het goed geslaagd, maar... Ja, precies. Maar ja, goed, aan de andere kant zie je het ook steeds meer het merk met de eigen fietsen komen en zo. Dus misschien hoort dit er ook wel een beetje bij. Net niet helemaal je core product, maar... Nee. Echt stoer is hij niet. Maar goed, nee. Misschien als we hem straks in het echt zien dat we hem toch weten te waarderen. Ja, dat hij weer hier in Amsterdam-Zuid langs alle hippe stoepranden staat. Dat zou natuurlijk wel heel goed kunnen. Ja. Hey, en verder... We hadden Jeep. Nou ja, al het Genève nieuws hebben we uitgebreid voorbij zien komen. Dus daar hoef ik niet al te uitgebreid over te hebben. Wat ik wel aardig vond, wat er niet stond, maar waar het wel over ging natuurlijk. De Jaguar XE. De XE, ja. Ja. De Jaguar waarvan je wist dat die zou komen. Precies, ja. Na het verscheiden van de X-Type was daar natuurlijk een groot gat ontstaan. Ja, ze hebben het geprobeerd inderdaad. Een soort 3-serie concurrent, ja. A4. Maar die X-Type, dat is natuurlijk gewoon... Het was natuurlijk Mondeo platform. Dat was niet helemaal. Dat was voor Ford hartstikke goed, maar voor een Jaguar was het inderdaad net niet. Nee, voorwielaandrijving. Ja. En nou komen ze dus met een serieuze achterwielaandrijver. We zijn in Amsterdam, dus je mag hier gewoon toeteren als je niet opschiet. Graag zelf. Pas op voor bakfietsmama's. Ja. Dan heb je complete wedstrijden voor. Maar goed, dat geheel terzijde. Ja, goed, het wordt wel weer een echte auto, zeg maar, in dat segment. Achterwielaandrijver, eigen motoren. Ook een uiterlijk waarmee je aan kunt komen. Ja, dat is wel weer helemaal in lijn met de Tenminste, wat we tot nu toe hebben gezien. Het front. Ja. Maar ja, dat valt moeilijk te ontkennen dat dat een Jaguar is. Toch? Overduidelijk. Ja, en achter dat front een eigen viercilinder motor die ze zowel in lengterichting als dwars ook voorin kunnen gebruiken. Dus ja, ik ga hem ook maar bij Land Rover tegenkomen, denk ik. Ja, een hybride? Moet kunnen. Ja, ik bedoel, als het in lengterichting is, dan nemen we aan dat daar gewoon de ZF achteraps achter komt. Ja, Range Rover heeft al laten zien dat daar een elektromotor tussen kan. Dus ja, dat kan een deur verderop ook gemonteerd worden natuurlijk. Ja. Ja, Jaguar is natuurlijk nooit de snelste met nieuwe technieken adopteren, maar klein merk. Het is natuurlijk ook een relatief klein clubje. Hè? Dus in dat opzicht doen ze het natuurlijk nog best aardig als kleine zelfstandige in een grote wereld. Ja, hij is daar goed bezig, toch? Jaguar? Ja, leuk merk. Ja, en wat mij erg intrigeerde was de Quant. De Quant van Nano Flow Cell. Juist. De firma uit Liechtenstein. Ja. Dat is wel een bijzonder verhaal, hè? Ja, we hebben natuurlijk ooit 5 jaar geleden al een heel klein beetje met ze kennis gemaakt toen ze een vrijage met Koenigsegg hadden. Ja, toen hebben ze ook een prototype gehad. Die heet ook Kant. Ja, precies. En daar zat eigenlijk al een voorlopertje van de nieuwe techniek in die hierin zit. En dat is, dat ligt er niet om 11.000 newtonmeter koppel. Ja, 11.600, hè? Ja, precies. Niet te vergeten. 11.000 en een beetje. Deze kant. Ja goed, en dat is natuurlijk op zich wel leuk. Hoe serieus moeten we dit nemen? Ja, wat hebben we destijds over Tesla gezegd? Vond ik ook gek, maar uiteindelijk... Ga je nog stoppen, Sjaki? Taxi.
Ja, het ziet er serieus uit. Ja, ze absoluut. Zijn al lang bezig. Die kerel, dat is een Zwitser. Die ziet eruit als een... Italiaanse popster. Ja, die komt zo uit Las Vegas gevallen. Ja, maar stiekem is hij een natuurkundig ingenieur. Ja. Een heel mooi accusysteem bedacht. Houdt eigenlijk een beetje het midden tussen een brandstofcel en een accu. De vloeistoffen die zitten in separate tanks. En die stromen zeg maar die accu in. Net zoals bij het waterstof bij een brandstofcel. En is dat beter, slechter, anders dan hoe Tesla het aanpakt? Gewoon een accupakket? Het is compacter uiteindelijk, het hele verhaal. Of het ook zo makkelijk in de vloer weg kan werken, dat is een tweede. Dat moeten we nog maar eens zien. Maar het is in ieder geval interessant. Het is hartstikke interessant. En ik weet ook niet of het goedkoper is dan een accu. Maar goed, aan de andere kant, een accu met een beetje capaciteit is ook niet gratis. Nee, maar leuke ontwikkeling. Ja, ja, absoluut. Altijd leuk als dat soort mensen met experimenterende grapjes naar voren gaan komen. Nou, ik zei het al, als Cornelis aan boord is, dan komen er wat technische vragen langs. Dus ik heb een aantal vragen die jullie hebben opgestuurd naar autoweek@autoweek.nl aan Cornelis overgedragen. Dus ik zou zeggen, take it away. Ja, nou, zullen we gewoon eens even bij het begin beginnen. Dan hebben we Kees van der Zijde en die vraagt zich af of auto's die met een automaat geleverd worden, of die niet meer verbruiken dan een auto met een normale versnellingsbak, met een handbak zeg maar. Ja, nou, dat was vroeger was dat zo. Ja, was dat zeker zo. Nou, in ieder geval, ja, technisch is zo'n bak iets minder efficiënt dan een handbak. Mm-hmm. Maar daar staat tegenover dat die automaat beter in staat is om de goede versnelling bij de snelheid en het gaspedaal stand te kiezen. Ja. Dus ja, die automaat zit vaker in de goede versnelling dat je dat zelf zit. En hebben we dan over een conventionele automaat met koppelomvormer of een dubbele allebei, koppelingbak? Allebei. Die zorgen altijd dat ze in de goede versnelling staan. Terwijl je zelf natuurlijk af en toe maar een beetje... Dat je aan het poken bent in het wilde weg. Even niet alert bent en dan verbruik je per ongeluk een paar druppels meer. Ja. Nou ja, dat in de praktijk weet zo'n... automaat of geautomatiseerde bak weet dat natuurlijk mooi op te vangen. En ze worden steeds geavanceerder. Ja, ze worden ook steeds zuiniger. Ja. Die verliezen worden steeds minder. Dus, het antwoord is? Ja, automaat kun je zuiniger mee rijden dan een handbak. En dan hebben we de volgende vraag. Die komt van Denique Scholten. En die vraagt zich af over hybride auto's. Ja, die... Als de auto rijdt, dan draait niet altijd meer de motor. Dus ja, de kilometerstand is natuurlijk niet meer representatief voor wat de motor gedraaid heeft. Dat is een interessant standpunt. Dat kunnen we nooit bekeken. Ja, precies. Ik bedoel, als jij met een plug-in hybride rijdt en je plugt altijd met trouw in, dan zal die motor, die zou bij wijze van spreken, vast kunnen koeken na 10 jaar. Ja. Nou, daar hebben de fabrikanten wat op gevonden. Zo af en toe dan gaan ze een ding toch draaien om zichzelf een beetje in vorm te houden. Oké. Okay. Sommige fabrikanten zeggen van, nou ja goed, dat hoeft niet automatisch ingesteld te worden. Want nou, de kans dat iemand echt nooit meer dat ding rijdt, die is zo klein. Mm-hmm. Dat komt wel goed. Dus nou ja, in principe krijg je net zoals bij grote bouwkranen en dat soort dingen. Hè, dat je een auto in draaiuren moet gaan meten in plaats van kilometers. Ja, want die kilometers dan, die klopt dus niet. Ja, die auto heeft die kilometers wel. Ja, die auto, maar die motor niet. Nee. Hetzelfde als met mijn Alfa, maar dan omgekeerd. Ja, precies, maar aan de andere kant... Want die valt gewoon af en toe valt de kilometerteller uit. Maar goed, onderhoudsintervallen zijn natuurlijk niet op kilometers, of op kilometers, maar ook op leeftijd. Dus als jij niet je jaarlijkse kilometers haalt, dan zegt hij van nee, je moet om de 2 jaar voor een beurt. Ja, dan maar kom je toch in de maar als jij nou een Ampera koopt van een paar jaar oud, dan staat de kilometerstand bij van 100.000. Dan zou dat dus eigenlijk... veel minder kunnen zijn voor wat de motor betreft. Ja, precies. Die motor die heeft misschien maar de helft gedraaid. Of nog minder of ietsje meer. Maar dat weet je dus niet precies. Maar ja, goed. Ik zou er verder geen probleem van maken. Dan hebben we hier Kevin E. uit Roeselaren. Dat ligt in België. En die vraagt zich af waarom autofabrikanten niet allemaal dezelfde wielmaten gebruiken. En dan in de zin van de velgbreedte, dat is wel standaard en de diameter, maar de afstand tussen de wielmoeren, de steekcirkel zoals dat heet, die varieert per fabrikant. En ook de mate van hoe ver het wiel naar buiten staat varieert. Waarom dat niet gestandardiseerd is, vraagt hij. Dat vraagt hij zich af. Nou, dat is op zich ook niet zo ingewikkeld. Iedere fabrikant die maakt gewoon wat in zijn ogen het beste is. En voor een band is hij afhankelijk van een bandenleverancier, dus dat zijn standaard maten. Maar voor de rest gaat hij natuurlijk zijn eigen onderstel maken. Ja. En er zit misschien ook een beetje handel in. Want als alle wielen zomaar op jouw auto passen, dan verdien jij natuurlijk niks meer in je eigen sportwielen.
geld. Ook, ja. Hey, dat waren de vragen voor deze week. Ja, nou, mocht jij ook een vraag voor ons hebben, al dan niet van technische aard, want dan neem ik gewoon Cornelis de volgende keer weer mee. Autoweek@autoweek.nl onder vermelding van achteruitkijkspiegel en wij proberen hem te beantwoorden voor je. Zitten mensen waarschijnlijk nu te wachten op de grap, Cornelis? Ja, maar goed, in de eerste week van maart waar het 18 graden wordt, klimaat en de galf, valt toch gewoon helemaal niets te lachen. Maar desondanks, prettig weekend.